Ja, we zijn al een paar weken bezig met doelen. Dus ook voor deze week wil ik toch nog een keer een stapje verder erin gaan. Ik weet niet of je een paar weken geleden de oefening gedaan hebt van de Wheel of Life. Het voordeel van de Wheel of Life is dus een vrij algemene oefening. En ook je doelen is eerder naar streefdoelen dan naar echte doelen. Vorige week, als ik me goed herinner, hebben we het gehad over de cirkel van invloed, de cirkel van betrokkenheid. Hè. Dus die keuze in de handen nemen, weet dat je zelf kunt kiezen. Nu deze keer zou ik graag nog wat verder inzoomen op die doelen die je dan wilt stellen. Dus ik ben ook grote fan van Simon Sinek. Veel YouTube-filmpjes met hem, veel verstandige dingen die dat die jongen vertelt. En hij babbelt altijd over first why. En dus als je eigen doelen wilt stellen, dan moet je eigenlijk ook weer hetzelfde doen. Je moet weer die een why vinden, dus een reden vinden die zo sterk is, dat als je hindernissen tegenkomt, dat je eigenlijk op je tanden gaat bijten, omdat je weet dat het doel dat erachter ligt heel wervend is, heel trekkend is. Nu, dat blijft zo wat een vage oefening, dus ook deze keer weer zou ik zeggen, pak pen en papier, pauzeer het filmpje tussen de opdrachten in. Het is weer een relatief eenvoudige opdracht en daardoor ook alweer een moeilijke. Dus als je jouw eigen doelen wil scherp zetten, dus je ultieme droom, waar je binnen zoveel jaar wilt zijn, zoals ik ook al een paar keer zeg, dat je op je sterfbed terugdenkt en zegt van, het was een mooi leven, ik heb gedaan wat ik wou doen, ik heb voor de mensen betekend wat ik wou betekenen. Dus dat type van doel, als je dat doel wil bereiken, is het ook belangrijk om dat getrapt te doen. Want eigenlijk mensen hebben een relatief eenvoudig beslissingsproces. We gaan proberen naar dingen te geraken die ons een goed gevoel geven. En we gaan proberen wegblijven van dingen die ons pijn geven. Wat is het probleem met die doelen? Die doelen zijn meestal mooi, ver en pijnlijk dicht. Want je moet vandaag op je tanden bijten, dingen doen om dan later die dingen te kunnen bereiken waar je echt van droomt. En wat wilde dus doen is die een balans tussen de pijn die je nu probeert te vermijden en het geluk die je daar hebt, wilde wekken. Nu is het eigenlijk die pijn die je nu hebt is groter dan dat geluk dat je naartoe wilt. Omdat het zijn grote doelen. Zeker hoe groter het doel is, hoe meer die balans in die richting gaat. Dus wat gaan we nu doen? We gaan dit deel van de balans vullen met dingen die de pijn definiëren die we hebben als we dat doel niet kunnen bereiken. Dus van plaats te focussen op de pijn die je hebt om dat doel te bereiken, gaan we eerst het gewicht verzwaren van de balans. En dus eigenlijk nadenken, wat is eigenlijk alle pijn die je gevoeld hebt als je dat doel niet zou bereiken. Dus de eerste stap die je moet doen is, en eventueel doe je ogen dicht, probeert u dat echt in te leven. Wat is het gevoel, wat miste als je dat doel niet zou nastreven? Dus zelfs nog niet bereiken, maar als je dat doel niet zou nastreven. Dus hoe voelt dat bij u? Welke emoties komen op? Wat verliesde? Als je bijvoorbeeld zoveel kilo of 10 kilo afvallen, wat zou er gebeuren als je dat doel niet bereikt? Wat zijn de risico's op lange termijn? Ik ben er altijd terug aan een interview van Bart Wever. Als hij op de begrafenis was van Morel, ik weet haar voornaam niet meer, die van N-VA naar het Vlaams Belang was overgestapt. Mocht hij speechen op de begrafenis, want dat waren eigenlijk goede vrienden. En hij vertelt dat daar de moeder hem een grote knuffel gaf, want toen was hij echt op zijn zwaarst. En zei van, doe er iets aan, want anders gaat hij ook niet lang meer leven. Toch gecombineerd met een dokter die hetzelfde signaal heeft. En als je dan begon na te denken, als je nadenkt van je niet oud wordt en je hebt kinderen, je wilt die wel zien groot worden, je wilt genieten van hun groeiproces. Er zijn eigenlijk heel veel dingen die maken dat uw gezondheid ook heel belangrijk is voor andere mensen. Dus je goed inbeelden, wat ga ik allemaal missen, wat ga ik allemaal kwijt zijn, welke pijn ga ik voelen bij het niet bereiken van mijn doel. Dus je maakt dat zwaar, je maakt dat heel concreet. Probeert u dat ook te visualiseren met al uw zintuigen. Zeker uw dominante zintuigen. Als je vooral een voeler bent, hoe voelt dat? Als je vooral visueel bent, hoe ziet het eruit? Als je je eigen ziet staan, dat doel niet bereikt, te zwaar, amper op de trap kunnen, wat zie je gebeuren? Dus probeert u echt met al uw zintuigen dat in te beelden en die pijn eigenlijk nog te vergroten. Dus ooit in een sessie van Tony Robbins gezeten en dat moest echt een oefening doen waar dat echt gewicht op die situatie zetten en dat het maar erger maakte.
De geus verliest, dat je op de sukkel geraakt, op een door geraakt, slaapt onder een brug. Je maakt dat eigenlijk zo erg mogelijk in je brein. En ja, haalt alles erbij wat kan meewerken om te zeggen van, ah, dit is toe echt zeer. Schrijf dat ook allemaal op, dus ik zou zeggen, pauzeer even. Schrijf even op alles wat je in je opkomt. En ga dan naar stap 2. Op dus een slokje pakken, terwijl je kunt pauzeren. Zo, hopelijk komt het nu terug en zit je niet gewoon aan het doorluisteren, maar je kunt het ook erachter nog doen. Hè. Dus stap 2 is, beschrijf alle gevoelens die in je opkomen als je dat doel bereikt hebt. Hoe ziet u zelf, wat voelde, wat denkte, wat ziede als je dat doel bereikt hebt. En trek het nog wat open, wat voelde als je daar naartoe aan het gaan zijn en dat begint succesvol te worden. Dus die hindernissen die je gaat tegenkomen, die je garantie gaat tegenkomen, beginnen meer en meer hindernissen die je kunt overwinnen, stappen die je vooruit zet. Dus welke gevoelens komen dan in je op? Wat zie je dan gebeuren rondom je? Wat ziet je eigen doen? Wat hoorde zeggen? Als ik hier het voorbeeld van mijn eigen kan aanhalen, en ja, vandaag gelooft eigenlijk niemand dat, maar dus eigenlijk, sociaal ben ik, het is enorm energievredend voor informele sociale interactie te doen. Daar word ik moe van, dan krijg ik paniekaanvallen. Het is eigenlijk alles wat er niet leuk is. Ik zou in mijn veilige zone kunnen blijven zitten en gewoon zorgen dat ik zo weinig mogelijk contact heb, wat dat trouwens ook het geval was in het begin als ik begon te werken. In mijn veilige omgeving programmeren, zo weinig mogelijk contact. Mijn baas legde eigenlijk mijn programma's uit, omdat ik zelf niet kon. Dat is mijn assist, dat zijn mijn drempels waar ik over moet gaan. Maar mijn energiegever is, hè, dus mijn to-be is echt kennis kunnen delen. Ik geniet er enorm van mensen die zien groeien. Ik geniet er enorm van dingen te kunnen doen. Een steen verleggen in de rivier is super. Dus dat is eigenlijk wat ik heel graag doe. Hè, leren, groeien, coachen en leiden. Ik heb het ook al verteld. Dus dat is mijn doel. Maar dan moet ik natuurlijk daarover die hindernissen heen geraakt. Alleen de energie die ik krijg van dat delen en dan bijvoorbeeld, ik moet mij niet inbeelden, want ik heb het meegemaakt vorige week, 2 weken geleden. Een vrouw die tegen mij zei, ja Rudo, uw traject, uw groepstraject, heeft mijn man echt enorm veranderd in positieve zin. En dat is trouwens niet de eerste keer. In het eerste traject is er ook een van de coaches die zei dat de vrouw zag dat hij aan het veranderen was op een positieve manier. Dus die feedback, dat echt voelen van, shit, ik krijg nu weer kiekenvel als ik het zeg. Dat voelen van, yes, we hebben een steen verlegd in de rivier, we hebben die ervaring die we met onze eigen talenten en gebreken hebben vergaard, hebben kunnen overdragen naar mensen met andere talenten en andere gebreken, maar dat heeft ook gewerkt, dat heeft hen ook geholpen. Ze hebben ook stappen vooruitgezet. Dat is eigenlijk die een energiegever die dan zorgt van, yes, die hindernis, we pakken die, want de why, waarom dat we het doen, is eigenlijk zo trekkend dat we gewoon ja, door die problemen gaan kijken en gewoon aan de slag gaan met ja, wat we hebben. Hè. Dus dat is het tweede stuk. Hier weer poseren, kan ik een koffie drinken, hè, want we zitten weer in de easy. Zo zei je terug. Lijst gemaakt met alles wat je tegenop ziet, alles wat je van pijn zou voelen als je dat doel niet bereikt. Je hebt je nu een keer volledig ingeleefd, maar je zit dat doel aan het bereiken, of je hebt dat doel bereikt, maar ja, dat loopt continu door. Je moet van dat proces ook genieten. Je hebt dat ook volledig gevisualiseerd, gevoeld, je ziet dat. Je hebt echt zo. Je moet dan natuurlijk nog het traject doen. En wat is in stap 3? Een heel eenvoudige truc die je dan kunt toepassen, is eigenlijk bij elke beslissing die je neemt, je afvragen, oké, als ik dit nu doe, breng mij dat dichter of verder van mijn doel. Bijvoorbeeld voor mij, hè, het kennis kunnen delen, kunnen spreken voor een groep. Elke keer als er zo'n opportuniteit was dat er toch iets moest gepresenteerd worden, ging ik vroeger echt 1000 uitvluchten vinden om dat doel niet te bereiken. Hey, om dat niet te doen, want ja, de stress, ik wist zo dat ik 2 dagen niet ging kunnen eten, ging overgeven, dat was hallucinant. Dus het moment dat je zo'n beslissing moet nemen, elke keer als je zegt van oké, breng me dat nu dichter of verder van mijn doel van het kennis delen en van het coachingbedrijf dat we hebben, van dingen te kunnen doen, steen te verleggen, ja, nee, oké, dan gaan we dat toch doen, want ik wil een stap vooruit zetten. Dus ik moet elke keer afwegen, wat ik nu ga doen, helpt mij dat dichter of verder van mijn doel? Helpt het verder van uw doel? Zeg dan op dat moment, nee, dit gaan we nu niet doen. En kies voor het pad naar uw doel.
nog een belangrijke is, zeker als je een groot doel hebt, maar eigenlijk bij elk doel, is visuals. Zorg dat je op zoveel mogelijk plaatsen eraan herinnerd wordt. Het mooie van dat doel, niet de negatieve dingen, maar hangt een ding aan hun frigo met het beeld, hè, dat je voor een groep van 1000 man aan het spreken bent. Of een beeld waar je met een goed strak lichaam heel sportief op het strand aan het lopen bent. Overal beelden, visuals die je continu herinnert wat dat doel eigenlijk was. Dus als je de frigo opentrekt en dat beeld hangt ervoor, dan ga je in je keuze in die frigo al rap andere keuzes gaan beginnen maken. En zo ga je stap voor stap, hè? Want een doel bereiken is niet in één keer van 0 naar 100. Een doel bereiken is elke dag één stapje gaan zetten. Sommige dagen ook een keer geen stapje of een stapje achteruit gaan. En dan je eigen vergeven en zeggen, weer dat visualiseren, weer dat beeld, ik wil daar geraken. Zodat je de volgende dag met frisse moed terug kunt de dingen doen die wel jou dichter bij je doel brengen. En ook heel belangrijk, ja, dat echt naar dat doel werken, puur op dat doel, is een heel fixed mindset kijk op de dingen, want ja, dat is heel resultaatgericht. Focus ook heel goed op dat proces, voel dat, staat erbij stil hoe dat je elke dag weer een klein steentje verlegd hebt in de rivier. Of op een dag dat niet goed ging, dat je je eigen daar s'avonds kunt vergeven en zeggen van oké, wat leer ik hieruit? Hoe ga ik dat de volgende dag dan lichtjes anders aanpakken? Hoe kan ik zorgen dat ik dat de volgende keer niet meer tegenkom? Dus het is eigenlijk een continu leerproces om naar dat doel toe te groeien, wetende dat je tegen dat je dat doel aan het naderen bent, je eigenlijk ook alweer mocht verder gaan dromen en nog een groter doel voor ogen zetten. En een doel, voor alle duidelijkheid, dat moet niet financieel zijn. Als je zegt van, ik wil echt dat mijn kinderen gelukkig zijn, ik wil hun dingen delen zodanig dat zij hun eigen pad vinden. Ik geniet er enorm van om dat te doen. Dat is een even mooi doel. Dus het is, mensen gaan zo heel rap, zeker in de economische wereld, doelen zien als ja, resultaatgericht, financieel. Maar dat kan alles zijn. Hè. Als je een goed doel wil oprichten, een VZW wil oprichten, omdat je ergens ja, een verschil wil maken in de wereld, een bepaald segment van mensen met problemen wil gaan helpen, ja, dan moet ook een plan. Je moet sowieso genoeg geld verdienen met die VZW dat je zelf kunt leven, want anders kun je ook geen anderen helpen als je zelf niet gezond bent. Maar vanaf dat punt beyond heb je dus een enorme kans om een verschil te maken in de wereld met een goed doel dan. Dus je moet dat zelf... Allee, ik kan het u niet zeggen wat het doel is, dat moet je zelf ontdekken en voor alle duidelijkheid, dat doel gaat zich aanscherpen naarmate je meer elementen hebt. Als ik nu kijk naar ons eigen traject, COVID-traject en trouwens ook mijn persoonlijk traject, dan is dat een ontdekkingsreis geweest. Dan is dat nog steeds een ontdekkingsreis. Ja, elke wending in je leven maakt dat je moet herkalibreren en weer naar het volgende gaan. Een belangrijke om af te sluiten, en dat is omdat ik al onlangs weer hoor en dat ik dat eigenlijk ja, zelf vandaag niet snap hoe dat je dat zou kunnen volhouden. Dus ja, bijna 3 of 4 of misschien zelfs meer mensen ja, zitten ofwel, ja, het is werk en we moeten het doen om geld te verdienen om te overleven. Of ga zelf gewoon niet graag gaan werken, vindt zijn job niet leuk. En dan moet je afvragen, ja, dat is van uw leven, is dat, als je het slapen schrapt, het grootste deel van je leven zeg je eigenlijk aan het werken. Dat je het grootste deel van je leven ongelukkig bent en zit af te tellen naar je pensioen, af te tellen naar je weekend. Dan vraag ik me af van, allee, kom aan, je kunt eigenlijk zoveel dingen kiezen om te doen. Zoveel dingen die je wel energie zouden geven. Dus hoe meer dat je een why weet, hoe meer dat je ook in een job kunt gaan zoeken die een why echt veel meer gaat invullen. En dan ga je echt een stuk tevreder naar je werk. Ja, ik heb ook graag een keer een dagje verlof. En nee, het is niet elke dag even leuk. Het zijn ook zware dagen. En het was trouwens vrijdag een zware dag. En donderdag eigenlijk ook. Maar het gaf mij toch genot, omdat ik weet, in de kern was ik wel de dingen bezig die ik graag deed, maar het was gewoon een moeilijke dag. Dus als je in die situatie zit dat je eigenlijk tegen je goesting naar je werk gaat, voor alle duidelijkheid, dan is het traject dat ik geef niet het meest ideale, maar ik ga dan aan de slag met een loopbaancoach. Die gaat dan individueel op zoek naar hun why. Ga eigenlijk individueel gaan zoeken naar van, ja, wat zijn eigenlijk uw energiegevers. Zie loopbaancoaching ook niet als een ding van, ja shit, ik moet ander werk zoeken, dus ik ga een loopbaancoach pakken. Nee, het gebeurt ook nogal een keer dat eigenlijk binnen uw werk niet helemaal het juiste bezig bent, of zelfs dat je het juiste bezig bent, maar dat je niet met de juiste bril er naar aan het kijken bent. Dus het is heel belangrijk van ook daar niet direct ja, de grote sprong naar een droomjob. Nee, het kan ook zijn dat je vandaag al een bijna droomjob hebt,
En dat op uw groeipad, uw eerste stappen naar die droomjob eigenlijk is in uw uitere job en een andere kijk te hebben. Zodat je daar eigenlijk begint te groeien. Mijn coachingbedrijf is ook ontstaan terwijl ik binnen Zenito / Leantis van analist, programmeur, projectleider eigenlijk naar een punt gekomen was dat ik begon te ontdekken wat ik echt leuk vind, die strategie en de grotere stenen verleggen en die kennis ook proberen delen op een manier dat het goed kon werken. En zo is eigenlijk die coaching ontstaan en eigenlijk alles is zo'n beetje daaruit voortgevloeid. Dus tegen dat ik op het punt was dat ik bij Leantis, dat onze wegen zich scheiden, had ik eigenlijk al een veel beter weet wat dat mijn energie geeft, waardoor dat dan minder gelinkt was met de concrete job. En meer gelinkt was met opdrachten die er waren. Hè. Wat dat vandaag met CM een super opdracht eigenlijk is. Omdat ik daar weer voluit die talenten kan inzetten. En ervan kan genieten dat ik ook mensen wat er van ieder van zegt, dat er niks van komen. Dat ik ook daar zie van die groeien gewoon. Want als je iemand zuurstof geeft, dan kan het niet anders dat die begint open te bloeien. Ja, het is biologie. Hè. Een plant groeit, een mens groeit ook. Je moet alleen zorgen dat de juiste voedingsstoffen, de juiste zuurstof, de juiste hoeveelheid licht erop zit. En dan gaat iedereen eigenlijk groeien. Dus ik zou zeggen, het kort filmpje loopt lang uit op het einde. Doe de oefening. Hè. Ga in dat het niet behalen van je doel. Alle gevoelens, alles erop en eraan. Schrijf dat op. Beschrijf dan je doel met alles wat je gevoelt, ziet. Wat dat doet met je kinderheidscirkel, invloedcirkel, betrokkenheid. Kijk naar de mensen in je cirkel van betrokkenheid die je belangrijk vindt. Kijk ook naar daar. Wat doet dat bij hun als jij je doel zou bereiken? Hangt dat overal uit, visueel, geluid, alles wat u kan prikkelen om altijd aan herinnerd te worden van maar daar is wat ik voor aan het gaan ben, want dat geeft mij echt, dat gaat en dat geeft mij ook het gevoel van naar daar te gaan, dat gaat u een goed gevoel geven. En kijk dan elke dag, oké, wat ik nu ga beslissen, gaat dat weg van het doel of gaat dat naar het doel, zeker doen, weg van het doel, niet doen. De dag dat misloopt, even, oké. Hoe kwam het dat misgelopen is en hoe kan ik morgen zorgen dat ik een extra toeltje heb om dat te vermijden? Ik zou zeggen, veel succes. Ik zie nu net ook 17:10, dus het filmpje is net weer te lang voor de LinkedIn, dat is maximum 15. Maar we zetten het weer op Vimeo en dan kan ik het weer delen. Ik zou zeggen, veel succes. Er bestaat nog geen e-book van doelen binnen Chromicoach, maar het staat wel op mijn planning. Dus van als het er is, zal ik het ook delen en waarschijnlijk nog een filmpje maken er rond. Oké, nu ga ik van mijn koffie nog genieten. Bye.